Julian Armens. Zijn we weer. We gaan eens eventjes Mario Party voortzetten. Dat lijkt mij een goed plan. Jij hebt mij de vorige keer nogal ingewakt. Ja, niet alleen ik. Dus... ja, Mick ook, blijkbaar. Ja. Waarom die gozer er niet is, vakantie. Ja. Zo, geen idee. Iets in die richting. Wij gaan in ieder geval gewoon weer eventjes de party mode in. Zeker. En dan ga ik jou eens eentje flink inmaken, jongen. Oh, maar kom maar op. This is gonna be good! Gaat hij spelen of... Kies jij maar als eerste. Alright, ik... Kies voor Waluigi. Waluigi? Waluigi. Ik ga voor de grap gewoon eens even een random character doen. Peach! Nee, ik ben genoeg ermee, oké. Dit lijkt me wel even een leuke. De magma mine. Laten we maar niet al te veel mee draaien en laten we maar gewoon beginnen. Want, zeker. Dit is lang geleden! Oké, daar gaan we. Daar komt ie. En ik mag als eerste beginnen. Kijk eens aan. Kijk eens aan. Ja, daar is het. First bouwtje zeg het. Je mag even op A drukken. Oh, A, dat is wel handig. Voor diegenen die het spel nog niet kennen, we gaan heel eventjes een hele parcours afleggen. En dat is de bedoeling dat we mini-stars gaan verzamelen. De persoon die aan het eind van deze fantastische... reis de meeste mini-stars heeft, die wint deze hele pot. En zo simpel is het. Oké, kom op Lange. Haha, Lange. Die gozer heeft meer benen als lichaam. Zeker. Ja, dat is hem ook opgevallen. Hij heeft toch lange benen, maar hij heeft geen zo'n rolwiel. Nee. Dat kan niet gezond zijn. Dat kan niet gezond zijn. Dat is gewoon de manier, dat is gewoon zijn bouw, blijkbaar. Niet alsof ik daar iets tegen heb of zo, hoor, maar het maakt niet uit. Oké, welke kant gaan we op? We gaan wij een kans kiezen. Ik wil niet op die mini stars komen, dus... Ja, nee, ja. Dan is de keuze redelijk makkelijk. Ja. Dus we gaan voor de minigame. Winnaar 5, verliezer 1. Eigenlijk zou het moeten zijn winnaar 5, verliezer 0. Even kijken. Oh, ik zie daar wel een leuke tussen staan. Ah, nee! Welke jij... Ik had 10 to win gekozen. Kijk. Nou, we gaan even voor pizza. Oh, fijn, nu heb ik trek in pizza. Gonna be good, bro! Alright. Er zit echt een kleine delay in tussen wanneer je zwaait en wanneer je daadwerkelijk op het scherm aan het gooien bent. Dat is best wel heel erg vervelend. Hoppakee. Nee! Zo dichtbij en nog zo ver weg. Oh. Nou ja. Nou ja. Wat zou het? Ik heb in ieder geval een paar mini-stars. Als ik even een 6 gooi. Dan komen we gelijk bij een captain event. Leuk. Ik gooi een 4. Oké, neem ik er genoegen mee, I guess. Lijkt wel een virus. Als dit de hele video gaat worden, jongen. Oh. This is gonna be one rough video. Een mini-star. Dank u wel. Dank u wel. Nou, gooi jij al eventjes die 2, dan kunnen we die captain event even spelen. Dit wordt leuk. Hoppakee. Overkill zelfs. Waarom verdien jij opeens zoveel mini-stars? Omdat ik gewoon sterk ben ofzo. Oké, die was heel slecht. Dat geef ik toe. Die heb ik ook een keertje gehoord van... Serpent Gameplay. Oh, dat was deze. De laatste keer dat ik dit heb gedaan, was het met Daan en Levi. Die video staat nog online, kun je kijken. En het ding is dat des te dichter je bij de rand komt, des te groter de kans is dat je afgrond invalt. En wat ik dus heb gehad, is wij gingen gewoon letterlijk met z'n allen de afgrond af. Dus niemand ging naar huis met een... lading mini-stars. Je kan ervoor kiezen om te stoppen of je gaat door. Je hebt 3 mini-stars, dus dat is niet heel veel. Dilemma's! Ik neem maar even een risicootje. De kans dat je hoger gooit dan 4 is... Oh, wacht! Ik doe het scrollen op ja, dus... Nou goed, whatever. Nou ja! Whatever. We hebben allebei 3 mini-stars gehaald, dus... Nou ja. Dat is
op zich nou ja, is het misschien, okay. Ik ga dit maar wel even doen. We liggen al even het voortouw dan. Dus, 2! Dus, en dat betekent dus dat we even een Lucky hebben. Oh, en je zet mij gelijk voor die Midi Stars, dankjewel. Geen enkel probleem. Oké, deze Lucky kaartjes. Wat heeft hij? Een 3 dice block. En 3 mini-stars. 3 mini-stars. Ik had eigenlijk die slow dice block willen hebben. Maar ik ben blij met de mini-stars die ik krijg. Want ik heb er momenteel nou. Oké, nu wil ik echt heel graag een 0 tot en met 1 hebben. Maar die heb ik niet. Zelfs als je die zou hebben, de kans dat je een 0 gooit is 50-50. Dus zeg maar dag tegen die 5 mini-stars. Ja, drijf het er maar in. Jammer. Maar hey, je krijgt hier in ieder geval 1000 block voor terug. Oh, oké. 4 tot en met 6. Ik ga er zit nog iets in, namelijk een minigame. Als die 10 to win er staat, please. Dan gaan we eens voor. Eventjes. Supertalk. Wat was dat ook alweer voor minigame? Moet je allemaal aarde uit de. Allemaal van die planten of zo, iets uitgevonden. Oké, wacht even. Hoe ging die controls? Oké. Sneller! Yes! Zo dichtbij! Ja toch, zo. Ik mis er 3. Allemachtig. Damn it! Allemachtig, echt. De minigames in dit spel zijn stressvol, voor het geval je het nog niet door had. Ik denk dat ze het nu al door hebben. Ik baal ervan dat ik niet die 4, 5, 6 tijdsblok heb. Ik gooi namelijk er 2. Event. Ik krijg in ieder geval een event voor terug. Wat zou je dan krijgen? Wat krijg... Oh, oké. Dat is mooi. Ga er overheen en je verliest de helft van je mini-stars. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat aflopen. Damn, son. Oké, ik ben wel gespannen. Maar nou, goed, we gaan het. Nee! Oh, dit maakt het nog zuurder. Fuck die shit. Dit maakt het nog zuurder dan het ooit, ja? Fuck die shit. Fuck die shit. Het spijt me zo erg. Toppie. Spin. Oké. Ik ben heel benieuwd. Het gaat me wel redden. Swap dice blocks with a rival. Jezus. Het zit je niet mee deze aflevering. Ik ben benieuwd wat voor boss ik ben. Ik hoop niet dat het bomstom wordt, want dat ging de vorige keer echt niet. De vorige keer ging dat zo erg mis. Oh, kijk eens. Dice block. Ik hoop dat hier nog een minigame. Oh, nice! Ik heb hem. Okay. Hé, hey, wat is dat nou? Ja, dat zie ik toch ook wel, ik ben die nooit nog zo. Hey. Wopstomp was de vorige keer een drama. Heb je wel batterijen in zitten? Er zitten batterijen in. Wacht even hoor. A few inches later. Oké, we gaan even de boss battle doen. Jezus. Winnaar 10, verliezer 3. Even kijken, waar gaan we? Somty Like to Spike Strike en Jack Drybones. Jack Drybones, die vind ik eigenlijk best wel smerig klinken eigenlijk. Ja, maar goed. Ik vind het wel leuk, though. Spike. Ik zie allemaal leuke minigames die we allemaal niet gaan spelen deze aflevering. 10 to Win hebben we al misgelopen en Deck Dry Bones vond ik wel een leuke. Nee hoor, laten we even Spike Strike spelen. Dat vind ik wel een gepaste titel trouwens, want je strikt letterlijk Spike. Zeker. En het zit vol met spijkerballen. Ja. Dat kan trouwens niet gezond zijn, al die spijkerballen die jij zo in zijn lichaam heeft zitten. Niet bepaald. Yes! Nee, shit! Oké. Nou, je hebt een hamer. Ik heb dus een hamer. Daar kun je even op doorhameren. Oké, come on. Nee, come on! Boom! Jouw reactievermogen is gewoon een heel stuk sneller. Zeker. Ik heb niet zulke hoge reflexen als jou. Ah. Oké, de lava komt even een stukje hoger te staan. Come on.
Oh, ja, nee! Hey, yes. 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 En ik heb, oh. Heb eens, jongen. Jouw arm. Ja. Oké. Oké, oké. Nog één laatste hit. Come on. Yes! Nee! Woo! Final attack. Ik heb tot dusver nog niet één minigame gewonnen. Gun een broeder eventjes een overwinning. AUB. Nou. Ik dacht toen ik aan deze aflevering begon dat ik jullie al eventjes flink zou inmaken. Nou ja, alles kan nog. Het universum heeft even andere plannen. Alles kan. Alles kan. Koffie kan. Kijk hoeveel buiten. Water kan. Somebody please kill me. Kan. Oh nee, wacht even. Kijk wat voor een grote achterstand ik heb momenteel. De lava die heeft in ieder geval eventjes leuke plannetjes voor ons. Die komt even een stukje hoger te staan. Zo, doei doei Toad! Je hebt zo hoog zitten die lava. Ja joh! Weet je wat ik me nou ook afvraag? Ja? Wie heeft het verzonnen om eventjes een Mario Party te houden in een actieve vulkaan? Tja. Wie is briljant idee was dit? Nintendo. Fair enough, I guess. En een 6. Dank u wel, want ik krijg namelijk gelijk even een stukje erbij. Oh, oké. Okay. Ik had verwacht om een nog slechtere grap. You lucky bastard. Nou ja, het hangt er nu eigenlijk gewoon een beetje vanaf hoe hoog ik gooi. De vorige keer had ik het geluk dat ik een 5 gooide. Oh my god! En hij flikt het weer! Good job, Astral! Dit gaat zo ontzettend lekker. Dit gaat ontzettend lekker. Waluigi! Waluigi. Oké. Daar komt ie. En een 4. Nice. Behalve dan dat je twee kanten op gaat. Ja, de rest sowieso. Ja, dat vermoeden had ik eigenlijk al. En je krijgt een duisblok ervoor terug. Yes. Weer een 1 tot en met 3. Je krijgt die zo vaak vandaag. Ja. Ze hebben iets bij mij. Ze blijven maar naar je toe komen. Oké, we gaan heel eens mijn luck proberen met deze duisblok. Geef me even een 10. En dan gooi je 1. Een 6, oké. Dat kon een heel stuk erger. Kon slechter. Ik heb een duisblok. En ik krijg deze weer. Wat zit er nog meer in? Ik hoop een minigame. Drie mini-stars. Ja, dat lijkt me sterk. 3 stappen dichter bij de overwinning. Oké. We zitten trouwens best wel heel erg veel van de lava verwijderd. Stiekem hoop ik dat een van ons op een van die rode komen te staan straks. Oké, ik hoop dat ik er 1 gooi. Je gooit hem ook nog. Zal ik je eens even wat vertellen? Precies dat wat jij nu hebt, heb ik heel erg vaak gehad bij een potje Yatzee in de vakantie. Kijk eens even. Ik gooi heel eventjes een kleine straat. Raad eens wat eronder zit, een kleine straat. Ja. Ik gooi heel even een Yatzee. Raad eens wat eronder zat. Een Yatzee? Ja, inderdaad. Oké, wat hebben we hier? Niks en 24 met 6. Nou, ik vind het mooi. We krijgen best wel veel luckies deze video. Zeker. Het doet me een beetje denken aan de vorige video. Ja, heel veel lucky. Ja, vooral jij had heel veel lucky die Zeker. Video. En jij had het wel nodig. Yep. Ik ga het gewoon uitproberen. En ik gooi weer een 6. Ik gooi zoveel zesjes deze video. Ik doe het goed. Zeker. Kies een kant. Weet je wat? Ik ga mijn luck gewoon proberen hier. Ik weet wel wat je doet, hè? Ik weet wat ik doe. Oké. Okay. Zie je wel? Ik weet precies wat ik doe. Ja, nee, even kijken, want je komt nu op zo'n rode terecht. Ja. Even kijken. Weet je wat het is? Ik heb geen goede moves. Maar zie je niet dat ik precies weet wat ik doe? Ja, inderdaad. Nou ja. En hij gaat omhoog, de lava. De lava stijgt. En we zijn vooralsnog heel erg ver weg van de lava verwijderd.
probeer het eens uit, zou ik zeggen. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat aflopen. Oh, lucky precies ertussen. We hebben best wel veel geluk deze aflevering. Zoveel geluk hadden we volgens mij niet in de vorige video, dus het ziet er goed uit voor ons. Zeker. Het ziet er goed uit. 0 tot 2, die is goed. Die is op goed. Het moment dat je hem niet nodig hebt, krijg je hem. Inderdaad. We gaan weer even een minigame spelen en ik ben heel erg benieuwd wie dit deze keer gaat winnen. Even kijken, we gaan voor break, bombards. Ga je laten hakken. Loggerheads. Ja, dat hakt er wel in. Ja, dat hakt er zeker wel in. Kijk uit, Do, dat je geen bommen raakt. Dat zou heel erg bomberig zijn. Het is echt de slechtste grap die ik ooit heb bedacht. Ah! Alles, ik heb hem. Oh! Oeps. Yes! Nee! Ik heb hem. Oké, kom op. Oh! Voordat de bom. Oh, nee! Yes, ik heb er eindelijk een! Ja! Oké. Okay. Mario Party winnen! Voordat de bom valt. Oké, sorry. Die referentie moest ik gewoon even maken, ook al heb ik echt een gloeiende hekel aan dat nummer. Wat dacht je? Doe maar niet. Nee. Oké, we gaan even een 6 gooien. 5, komt in de buurt. Ik weet niet eens wat er allemaal kwam. Een dice block, oké. En ik krijg die... Waarom krijg ik deze zo vaak? Zo, lijkt wel. Het regent gewoon paar dashboeken, gewoon ja, purple joh. Rain. Purple rain, purple rain. Oh ja, dat nummer. I only want to... Oké. Okay. Dat was in ieder geval wel een lekker nummer. Zeker. Purple rain. Weer 5. Heerlijk nummer. Zeker. Was van het Eurovisie, toch? Van het Songfestival? Nee, dat is van Prince. Oh, van Prince. Ja. Oké. Okay. Maar als hij daarmee gedaan had, hij geheid gewonnen, echt hoor. Waarschijnlijk wel. Oké, ik ga die 1 tot en met 3 wel weg doen, want daar... Ja joh, wanneer ga je die nou gebruiken? Ja, want die 0 tot met 1 kan goed van pas komen. Nou ja, dat hangt een beetje af van je situatie. Ik heb hem tot dusver nog nooit gebruikt, omdat ik hem gewoon nooit nodig heb gehad. Wat ik wel nodig heb, is dit. En ik gooi gewoon weer een 6. Ik gooi altijd zo heerlijk hoog deze aflevering. Oké! Please land op blauw. Yes! Heel erg graag gedaan trouwens. Ik heb een 0 tot meteen, dus die komt nu heel goed van pas. Oh shit, daar had ik nog niet eens aan gedacht. Oh, that sucks! Als ik dat had kunnen bedenken. Nee! Yes! Alle. Oh! Echt! Why? Why is. Dankjewel! Oh, maar ik heb in ieder geval slow dice block. The rarest of the rare dice block you could possibly have. Oh. En jij hebt hem gewoon. Oké. Okay. Oh, nog meer leuke minigames. Chain Event? Chain Event, zeker. Is dat een beetje een leuk... Vind ik wel. Oh nee! Leuk hè? Oh nee! Dat is er zo een. Ik had altijd een hekel gehad aan deze minigames van Mario Party 8. En dit is niet bepaald een fijne herinnering eraan. Ah joh, gelukkig. Hier heb je reflexen nodig allemaal. Hier heb je echt monsterlijke reflexen voor nodig. En weet je wat ik nou weer net niet heb? Monsterlijke reflexen. Hoppa. Ik wel. Oh, kom op. Dat is echt zuur. Hoeveel minigames heb ik tot dusver gewonnen?
Niet één, geloof ik. Volgens mij niet. Oké, in dit geval maakt het dus helemaal niet uit wat ik gooi. Is dat een beetje... Oké, het maakt dus helemaal niet uit wat ik gooi. Dan doe ik gewoon YOLO. Ik gooi een 3. 3? Kost voor 3, zeg. Ik heb in ieder geval deze. Kom ik in ieder geval weer terug aan de top te staan. Het is een nek-aan-nek race wat betreft mini-stars. Dat is wel chill, denk ik. Nu komt de lava wel erg aardig in de buurt. Nou, lava zitten. Het, Oké. Nou, jij probeert hem gewoon? Ja. 4. Ja. En we hebben het overleefd. En we hebben de vlag gehaald. Dat betekent dus dat we waarschijnlijk Bowser op ons dak krijgen straks. En ik heb nog een slow rise move. Nou, dat is lekker. Wat aardig. Oh, come on. Dus, Oh, hij geeft het toch. Nou. Ja, hij geeft er een aantal. Maar als je op yes... Wauw, dat zijn er maar 3. Als je op yes drukt, dan geeft hij er nog veel meer. Dan geeft hij iets van 5 of 6 of zo. Ah, ja. Dus... Oké, wat zullen we krijgen? Diceblock, maar ik heb al 2 slow diceblocks, dus daar gaan we... Dat moet je... En je controller. En mijn controller valt eruit. Mijn batterijen raken weer even los, helaas. Dan stop. 2000 years later. 1 tot en met... Ja, die gaan we dus niet gebruiken. Echt mee. Hoog getiefd. Zou je een 1 tot en met 10 diceblock houden? Tja, dat zou. Die mogelijkheid zit erin. Dus, Ja, laten we toch maar even dit doen. En dan gooi je 5. Nou. Wat stond er op 5 ook alweer? Ik weet het gewoon serieus niet eens meer, joh. Ik krijg in ieder geval een paar minigames. Minigame! Nice! En deze keer maar... kan ik weer verliezen. Oh, en ik mag weer kiezen, dus waar gaan we? Au! Oh. Even kijken. Oh, ik zie daar wel een leuke tussen staan. Ah! Je kiest ook echt allemaal van die minigames waarvan ik echt zit van nee, wat het eet. Zo. Right, daar zijn we dan. Op het vlot. Het gaat wel vlot. Nee, dus. Ik heb totaal niet opgelet wat de bedoeling is. Gewoon bommen. Oh, bommen ontwijken, oké. Duidelijk taal. Nee! Oh, oké. Oh nee! Oh. En je bent ook gewoon letterlijk dood als je daarin valt, hè? Ja. Dark. Nintendo, dark. Jij houdt er helaas niet zo heel erg gek van. Oh. Dat is echt de slechtste positie waar je die diceblock zou kunnen gebruiken. Voor mij dan, want jij komt nu namelijk op de eerste plek te staan. En niet zo heel erg klein beetje ook. Oké, nu moet ik dus zo eventjes proberen om mijn nummer 1 spot weer terug te krijgen. Gaat niet gebeuren. Spot on. Geef mij een 3 alsjeblieft. En ik gooi hem ook nog. En ik krijg er een diceblock voor terug. Het is niet alsof ik het ga gebruiken op dit moment, want ik heb er niet echt heel erg gek voor aan. En ik krijg er 3. Ik krijg 3 mini-stars. Oké. Oké, nou ja, goed. Nu verlies ik 10 mini-stars, maar heb ik wel de Captain Event. Dus, Captain Event? Ja. Of, bedoel je niet Boss Battle? Ook goed. Dus nou ja, dan maar even 10 sterren verliezen. Dan maar even 10 sterren verliezen, ja. Je beseft toch, als ik dit win, dan is de kans vrij aanwezig dat ik deze ronde... vooralsnog gewonnen heb. Want deze boss battle is dus de beslissende ronde, ja. In principe. Oké. Ik ben heel erg benieuwd welke bosses hebben. King Boost Puzzle Attack, Change of Romp en Bombard Big Bobom. God, wat is het hier warm. Hey, wat zijn jullie lang weg geweest? Even die krantjes in de box gooien. Ja, even schommelen. Even schommelen. Even good old times, weet je. Dus, ja. Oh. Oké. Okay. Zo. Ja, lekker gesport. Ja, zeker wel. Heel goed. Ja. Dus, Toppie. Vind ik ook leuk.
Ja, nee, is ook super. Dus maar wij gingen natuurlijk die fietsen pakken en denken, nou, wat duurt dat lang voordat jullie terug zijn? Wat is dat toch? Ik zeg, nou, ik zeg tegen zus, ik zeg, we gaan en dan zien we het wel. Dus ik heb jou een appje gestuurd, hè? Heb je het gezien? Ja, ik heb het gezien. Dat appje gezien. Dus, zijn we helemaal zo, qua dijk daarachter zijn we geweest. Ah, lekker. En toen helemaal daar. En toen helemaal eromheen en zo weer. Doe je goed? Weer terug, ja. Nee, super. Lekker, mooi weer. Zeker. Het is hier warm. Ja, het is hier hartstikke warm. Jeetje. Ga weg. Dat doet de deur dicht. Nou, dat knip ik eruit. Ja. Oké, okay, Saint John. Nog wat. Saint John Brom. Oké. Oké, Boss Battle is uitgekozen. We gaan ervoor. De Change of Romp gaan we doen. De bedoeling is vrij simpel. Let heel goed op de rails hier. Dat is heel goed om de boer op de rails te krijgen. Want we moeten op een gegeven moment een rails kiezen. En dan moeten we dus de goede uitkiezen. Ik weet het totaal niet meer. Ik druk er gewoon één aan. Hoe je onder druk zit. Want je gaat ook best wel redelijk snel. Dus ja, valt amper te zien. Nee, valt amper te zien. Die levensbalk is niet zo heel groot, though. Dus je kan hem best wel snel doden. Dat is wel even een leuk ding. God, always believe in your soul. Alright, come on. Ah, nee, nee! Druk op de verkeerde. Shit. Nee. Holy day, ik heb, oh, ik heb tenminste wacht gehad. Nou ja, dus te langer we bezig zijn hiermee, des te beter toch? Want die gouden die doet ook veel meer damage. Dus dan zou deze video ook een heel stuk langer bezig zijn. Oké? Okay? Ja, hoppakee! Ik weet niet eens of ik de goede heb. Is het trouwens mogelijk om tegen elkaar op te botsen hier? Ik heb dat namelijk nog nooit eerder meegemaakt. Nee, dat is niet mogelijk, want dan gaat er eentje langs houden. Oh! Oké, okay. Duidelijk taal. Maar ik heb dat namelijk nog nooit gezien, dus vandaar dat ik het begon even afvroeg. Oké. Oh! Alles! Fuck die shit! Ja, hier heb ik dan weer wel even wat snellere reflexen bij. En ja hoor! Goud! Oftewel, 3 puntjes voor mij. Dank u wel. Heb je een punt. En daar hebben we een boze change om. Ik ben boos. Internetgekkies, geweldig. Oké, hoppakee. Hey, die had ik goed. Heb ik de goede nu geklikt? Ja, zeker. Ja hoor. Middelste nog wel. Dat is wel chill. Alright. We hebben er volgens mij 2 nu en 1 van de schaal. Oh nee, laat maar. Oké. En. Hey! Ja, boy! Ik heb hem! Fuck die shit. Volgens mij heb ik dit nog gewonnen. Oh! Oh! Ik ga naar bed. Het zit er voor jou niet meer in, geloof ik. I guess so. Ik heb niet opgelet. Trouwens. Nou, moet ik gokken? Ik druk er gewoon eentje aan. Waarschijnlijk gaat het niet goed. Oh, gelukkig maar, wel. Ja, jij hebt sowieso de final hit hier. Ja. Zie je wel? Hoppakee. Maar je hebt gewonnen. Dus, ik heb wel gewonnen. Maar ik heb tenminste de captain bonus nog. Dus, Ja, maar de captain bonus. Even kijken of dat nog een beetje meehelpt. Ja. Gaat zien. We gaan het zien. Je hebt sowieso 4 mini-stars gewonnen. Even kijken hoeveel mini-stars je hebt als captain bonus. 2. Ja, 2. Dat is niet veel. Maar ik heb de bonus-stars aangezet, dus er is nog een kans. We gaan het zien. We gaan het even meemaken, jongens. Te verder gaan we dit meemaken. Wie de bonus-stars... Minigame-star, nou wie zou dat zijn? Ja, dat ben jij sowieso, want jij hebt echt alles gewonnen. Volgens mij heb je echt alles gewonnen. Oh. Oké. Spinstar. Ah, ik denk dat jij dat bent. Ik kan het me niet voorstellen. Jij kan ook een keer op spin, dus... Nee, volgens mij was jij dat. Oh. Ja, zie je wel.
Even kijken, Dice Block Star is voor mij. Ja, ja, definitely. Ja, zie je. Oh ja, dat klopt. Je had een paar slow dice blocks gebruikt en een 0 tot 1 dice block. Oké, ik heb echt geen idee. Ik heb geen idee wie het zou kunnen zijn. Ja, jij weet het. Yo! Nou ben ik wel eens benieuwd met hoeveel verschil. 82 mini-stars. Ik heb mijn payback gemaakt in deze aflevering. Met hoeveel verschil? Met 5 mini-stars verschil! Yes! Yo! Oké. Ik denk dat het wel een leuke manier is om het af te sluiten. Ja. Party points, leuk. Wij hebben het wel weer voor elkaar. Zeker. Ik heb mijn lol weer gehad voor deze aflevering. Anders ik wel. Dus ik ga het gewoon even hierbij laten. Als je van hebt genoten, duimpje omhoog, abonneer. En je weet hoe het gaat, dus waarom leg ik dit toch uit. Ja. En dan zien we elkaar graag terug bij de volgende video. Dit was Phoenix Star. Take care. Ciao.